Zo, we gaan vandaag een dagje op de rivierplas hierachter vissen. Hè? Ja. Ja, op baars, snoepbaars gaan we vissen. Ik ga zelf met een shad vissen, jij met een twitchbait. Twitchbait vissen. Ja, ja, we gaan twee technieken proberen. Ja. En we gaan kijken wat het brengt. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Heb jij wel eens een grote baars gevangen? Nee, nog nooit, man. Nee, ik ook niet, man. Dus ik ben benieuwd. Ja. Heel erg in verdiept. Ja. In het baarsvissen op rivierplassen. Ja. Tenminste, ik. Dat jij gedaan hebt. Ja, maar, we hebben er flink wat over opgezocht. En, flinke vissen, dat willen we nu zelf ook natuurlijk. Ja, we moeten hopen dat het goed komt, toch? Ja, dus we gaan mooi de rivierplas op hier. En dan gaan we kijken of we hier een mooie baars kunnen vangen. Super groot water. Ja. Echt bizar, we kunnen het hele meertje rond. Dus je zou zeggen dat er wel wat uit moet komen. Maar ja, het schijnt een taaie visserij te zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Het schijnt wel de beste maand te wezen nu voor baars. Ja. Snoepbaars. Ja. Kijken wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Afwachten, kom op. Ja, ja? Gaan we door. Kijk. Eerste snoepbaars gevangen. Vlak voor de kant. Mooi, man. Heel mooi. Erop. Hij is boos. Hij is boos. Stekels omhoog. Maar een mooi visje toch? Ja. Hey, hoe heb je hem gevangen? Ja, met een twitchbait. Een twitch, hè? Twitchbait. Ja, vlak voor de kant. Vlak voor de kant, hier een meter of 3-4 voor de kant klapte hij erop. Ja. We zijn op een rivierplas, op snoeker snoekbaars. Ja. Mooi hoor. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, top. Wat gaat doen? Mooi hoor. Nou. Nou, in dat heldere water zien we zo zwemmen, denk ik. Ja. Nou, nu is het allemaal anders. Nice. Lekker, man. Ja, toch? Ja, hier zwemt hij. Ja, daar gaat hij, ja. Ja. Ja, die zat erop. Vet, hè? Heel mooi. Wat heb je? Nee joh! Maat! Oh, gast! Hey, dikke baas hoor! Heel erg niet verwacht. Wil je meten? Ziek, hè? Heb je een meetlint in de tas? Ja, man. Wat pak even een baars, hé. Waar pak je die dan? Ja, maat, hiervoor gewoon. Ik gooi hem gewoon in. Ja? Vol erop. Moeten we hier nog een paar meer worpen maken? Ja. Nee. Dit is een dikke, hoor. En dit is maar, hè? Ja, kan je nagaan, dan wordt het nog veel groter. 43 en een beetje. 43 en een beetje. Zo. Gast. Ja, dat is wel mooi, hoor. Ja, een dikke baars, hoor. Op het shirt. Kijk dan, Bens. Nou, heel veel werpjes, heel veel worpjes verder. Toch gelukt, hè? Mooie baas, hoor. Ja, mooi hoor. Echt gaaf. Kun je nagaan, dan worden ze nog een stuk groter. Dit is 43. Dit is 43, ja. Ja, bizar, man. Maat. Ja. Dik hoor. Ik moet zeggen, ik heb er nooit zo eentje zo groot gevangen, maar echt sterk, hoor. Heel sterk.
Ik dacht echt dat het snoekbaars was. Ik had echt geen baars verwacht. Nee. Mooi hoor. Fotootje en weer terug, toch? Ja, zeker. Mooi man. Top. Ja? Twee keer. Kijk dan, die dik ook maar. Kijk dan. Wat een kanon. Moet je nagaan wat... Lekker, maat. Lekker, hè? En moet je nagaan wat 53 is dan. Maat, ik gooi zo. Ik laat hem afzinken, ik draai zo, tik. Nog een keer tik, in één keer. Boom. Ik denk zo dikke snoepbaars. Zo. Dik hoor, hier is de telefoon, man. Vond het zo mooi, man. Ja? Zo. Jezus joh, wat een beest hè. Pens hè. Belachelijk. En denk je, ik dacht echt serieus, dat dit is 50, dat kan niet anders. Ja. Ja, diep is dat hè. Ja, ik dacht dat ik net ook niet zien. Ik kom erbij hier man. Dit is een betere plek dan. Er liggen er meer waarschijnlijk. Op die plek waar die rare dingen verboden liggen. Zo. Het is de volgende dag. En ben we naar dezelfde plek gegaan. Kijken of we nog een baars kunnen vangen. Gisteren natuurlijk een hele mooie snoekbaars kunnen vangen op de twitchbait. En een baars van 43 centimeter op de shed. Nou, ik ben nu op dezelfde plek, maar nu met een Carolina rig. Proberen om op deze manier een baars te strikken. Ik heb al een heel aantal worpen gemaakt. Ik heb nog geen tik gehad. Maar we gaan lekker door. Die aanbeten komen nog wel. Tot zo. Oh, eerste baas van het raam. Ik denk dat het een baas is. Even een paar nibbeltjes. En haak zetten. Ja, baas.
Eens kijken. Ik heb nog niet gemeten. Ga ik zo even gauw doen. Is toch een plaatje. Dikke baars. Ik denk een centimeter of 45 gaat hij wel in, denk ik. Ja, dit is echt mooi. Ik kreeg een paar stootjes. En op een gegeven moment hangen. Heel vet. Even opmeten. En dan gaat hij weer mooi terug. Wauw. Wat een visserij, hè? Geweldig. Zo, ik heb hem even opgemeten. Hij is 47. Hij is een beetje op een raar kantje hier zo. Dus ik moet een beetje bukken om mezelf te zien. Maar 47 centimeter. Dat is voor mij een PR. Wauw. Ik ga hem weer vrij laten. Hele mooie vis. Check dan met een buik. Echt gaaf. Kijken of we nog eentje kunnen vangen. Heel dik. Twee dank eraan. Volgens mij niet zo heel erg groot. Maar... Zo, tweede baars. Deze is 46,5. Nee, 45,5, sorry. 45,5. Dit keer geen tikjes. Maar ja, gewoon een beuk erop. En hangen. Kijk wel. Dikke baars. Heel vet. Oh, zit zo'n mooie stekels op. En dan een dikke buik eronder. Kijk op de buik. Het zijn toch die baarsen die je wil vangen in deze tijd van het jaar. Het is al maart, dus het is eigenlijk al best wel. Best wel laat in het jaar voor het seizoen. Maar. Het ligt nog best wel diep. Een oude baars. Heel mooi. Gaat weer mooi terug. Heel vet. Zo. Tweede baars te pakken. Super blij mee. 47 en 45,5. Eigenlijk moet ik onderhand naar huis toe. Maar dit vind ik wel heel mooi. Ik kan nog één worpje maken. Kijken of we nog eentje kunnen vangen. En dan hou ik ermee op. Ik zal je nog even uitleggen. Waarmee ik vis. Ja, wat ik al zei, vandaag vis ik met de Carolijnenrig. Heel mooi systeem, kan je heel mooi traag vissen. En natuurlijk perfect voor baas. Je voelt alles. Dus je kan mooi de mosselbankjes opzoeken. En de montage is eigenlijk heel simpel. Wat ik gedaan heb, ik begin met een
fluorcarbon. En dan wel eerst de dikkere fluorcarbon. Ik heb de dikkere fluorcarbon heb ik 40-honderdste. Die heb ik aan elkaar verbonden met mijn nylon. Met de FG-knot. Hele mooie knoop, sterk. Nou, dus een centimeter of 70, denk ik. Zoiets. Nou. Dan krijgen we op die dikke fluo, krijgen we dan het loodje. Oftewel, ik heb tungsten. Die heb ik hier. En daarna komt het kraaltje. Nou, het kraaltje, dat zorgt voor het tikkende geluid. Na het kraaltje heb ik hier een stoppertje om mijn knoop te beschermen. Want je hebt toch telkens dat de kraal tegen je knoop aankomt. Dus puur voor bescherming. Nou, daarna heb ik een klein ton watteltje geknoopt. Gewoon met de normale halve broekknoop. Nou, heb ik aan de andere kant een dunnere fluorcarbon. Ook weer op de tonwortel geknoopt. En dit is 30-honderdste. Is wat dunner. Dat is ook nodig. Je wilt natuurlijk die aanbeten voelen. De dikkere heb je natuurlijk ook nodig. Omdat je over die mosselbank heen gaat. Dus je wil gewoon een sterke fluorcarbon hebben. Nou, het dunnere gedeelte wat ik hier heb. Dat is een centimeter of 50 à 40. En dit blijft constant op de bodem. Blijft dat slepen. Aan het einde heb ik dan mijn creature bait. Ik vis nu momenteel met een heel klein kreeftimitatie. Hier. Haakmaat 1 heb ik hier op zitten. Ja, en deze kan je natuurlijk heel mooi overal overheen vissen zonder vast te komen te zitten. Nou, wat de baars nou eigenlijk doet. Vaak beginnen ze eraan te bijten. Dus ze willen het echt opeten. Je krijgt een paar tikjes. Nou, dan wacht je eventjes. Vaak krijg je nog een paar tikjes. En dan is het moment om te slaan. Soms krijg je gewoon een beuk op je hengel. Dan voel je in één keer weerstand. Nou, dat had ik bij de tweede baars. De eerste baars was echt nibbelen. Dus een paar tikjes op de top kreeg je. Ik stopte eventjes. Ik gaf hem nog een halve draai. En toen zag ik mijn top in één keer heen en weer gaan. Zond hij ermee weg. Toen sloeg ik aan. Ja. En hangen. Dat is eigenlijk de montage hoe ik hem vis. En ik denk dat de meesten hem wel zo vissen. Ik ga nog een paar worpen maken en dan kijken of we nog een baars kunnen vangen. Nou, ik heb helaas niets meer weten bij te vangen. Ik heb nog 2 worpen gemaakt, maar ik moet echt naar huis toe. Het was een hele mooie sessie. We hebben de eerste dag met Mitchell gevist en nu een tijdje alleen. Toch nog 2 leuke baarsen erbij kunnen vangen. Nou, ik vond het echt een hele leuke video om te maken. Ook voor mij is het nieuw om deze baars te vangen. Ik ga het zeker vaker doen. Nou, het is nu 30 maart, dus we hebben nog 2 weken. Misschien dat ik nog 1 keertje ga. Dus misschien dat de volgende keer weer een baarsvideo is. Ik vind het toch wel super tof om te doen. Vond u het nou ook super tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. En ben jij nog niet geabonneerd op ons kanaal? Dan kan jij hier onderin op het abonneerknopje drukken. En dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwste video's. Maar dan moet je natuurlijk ook het belletje indrukken. Dat was ik even vergeten. Dan krijg je elke keer een melding wanneer wij weer een nieuwe video plaatsen. En heb je nog vragen over de montage of wat dan ook? Kan je hieronder doen in de comments. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan.